Wat gaat er vandaag gebeuren? Nu gaan we naar een voorstelling in een theater van een uur. En daar wordt dus allemaal dingen verteld eigenlijk van de vrouw uit. Hoe de vrouwen leven, denk ik. Ja, tenminste, dat was mijn voorlichting. Dus het is een verrassing wat er verder gedaan wordt. Ja. En wat verwacht u van vanmiddag? Een stukje theater. Door vrouwen, voor vrouwen. Het zal wel humoristisch zijn. Mm-hmm. En ik ben heel nieuwsgierig wat ik vanmiddag te zien krijg. Ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. De voorstelling gaat over Aisha. Aisha gaat een winkel openen, een Marokkaanse meubelwinkel. En we volgen haar eigenlijk in haar leven, hoe ze dat, wat ze allemaal daarbij tegenkomt. Daarbij zijn er ook andere vrouwen in het stuk, die uit Marokko of Turkije, Bosnië, en hoe zij in Nederland zijn gekomen en hoe hun leven er eerst uitzag en hoe het er nu uitziet. Mam, studiefinanciering, die vraagt om gegevens. En een handtekening van papa. Van papa? Jouw vader bestaat niet meer. Doe niet zo stom. Zonder handtekening krijg ik geen studiefinanciering. Je moet het wel regelen hoor. We hadden vandaag helaas de allerlaatste voorstelling van onze vrouwenvoorstelling Bazaar Aisha. En bomvolle zaal, hele leuke voorstelling. En we hebben helaas afscheid moeten nemen van onze vrouwen van deze voorstelling. Zo, kijk even schat, ik heb gebed naar het waterbedrijf over de containers, ik kan niets vinden. Die vrouw kan mij namelijk vinden in de computer. Waterbedrijf? Havenbedrijf? Ik vond het heel leuk. Ik kon niet wachten. En ik zat maar elke keer te denken, wat komt er nu? Wat komt er nu? En iedere keer was het wel heel spannend. Ik vond het heel mooi. En dat van de namenspellen, dat herken ik ook. Ik heb ook een Hindustaanse naam. En ik moet het ook per dag misschien wel 10 keer spellen. En dat is voor mij ook herkenbaar. En op zich vond ik het een heel mooi thema hebben. En ik denk dat als vrouw zijnde geeft het je ook steun van hoe je dan, wat je tegenkomt als je een eigen zaak begint. Dat was leuk om te zien. Heel goed gespeeld en heel herkenbaar voor ons eigenlijk van de grote problemen die er toch nog zoveel zijn voor de buitenlanders eigenlijk hier. Het niet, de wetten en alles waar ze naar moeten leven hier en alle papieren die je moet hebben als je iets wil beginnen. En dat is niet op dat je ook niet op één punt terecht kan, maar dat je op zoveel verschillende, dus Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de Warenwet, ik noem maar op. En dat is heel moeilijk voor wij zijn er eigenlijk mee opgegroeid, maar hun niet. Dus dat is, vind ik, de hele moeilijkheid. Dus ik vind het ook heel knap als ze blijven doorzetten, toch doorgaan.